Hier in de Havenstraat wordt hard gewerkt aan het riool. U krijgt de rekening daarvan nog dit jaar op uw mat. Wij als bewoners maken ons wat zorgen over onze geveltuinen. Met dat gegeven toog ik naar een vergadering hier bij de Brandaris in de buurt om de wijkmanager te spreken. Right or wrong, I'll be with you. Right or wrong, it's gotta be. Wil je nog wat? Hallo, hoe maakten we? Wat wilt u nog? Nou, ik wil sowieso dat je hier vertelt wie je bent. Ja. En ik wil graag dat je jezelf een naam geeft. En u, meneer, bent u een frequent bezoeker van dit soort vergaderingen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is altijd goed voor mijn netwerk in Delfshaven. Dus u vindt het wel nuttig? Ik vind het altijd heel nuttig, ja. En dat is ook altijd wel gezellig en leuk. Altijd nieuwe mensen die je leert kennen. En het is vaak ook lekker te eten. Dus altijd helemaal goed. Ja, zaken die je inbrengt, daar wordt wat mee gedaan? Nou, ik zie het niet zozeer als een plek om echt voorstellen te doen, maar meer om naar de contacten te leggen, inspiratie op te doen en ook eventueel coalities te vormen met anderen. Omdat je ontdekt van, hey, we zijn met hetzelfde bezig of we staan voor hetzelfde. En af en toe, zoals ik ben hier ook voor de Delfshaven Coöperatie, kan ik ook eens een verhaal kwijt over wat we aan het doen zijn. Ik loop vandaag binnen bij de kerk en er vindt een vergadering plaats. Kun je daar iets over vertellen? En wie ben je? Nou, ik ben Willem Beekhuizen. Ik ben sociaal makelaar in Delfshaven. Overigens de kerk, ja, het is de kerk in de Koloniastraat, Oud-Delfshaven. Prachtig pand, iedereen kent het wel waarschijnlijk. Maar als je binnenkomt, en dat zie je nu ook, is het lang niet alleen maar een kerk. Het is veel meer. Het is een ontmoetingsruimte. Nou ja, goed. Een hele hoop. Echt de moeite waard om eens van dichtbij te komen kijken. En dat doen we dus vanmiddag. Van dichtbij kijken met partners in de wijk. Waarbij we aan de ene kant elkaar ontmoeten. En eens even kijken wat we in 2016 willen met z'n allen. En aan de andere kant kennis maken met de Colonia, de Brandaris. En daar heb je denk ik een soort formule voor opgesteld, want er liggen allerlei briefjes en kaartjes. En... Nou, het is in het kader van Boot U Aangenaam. Dat is een ontmoeting die we sinds 2013 al ontwikkelen in Bospolder Tussendijken. En dat is een beetje een reizend circus. We maken daar gebruik van alles wat we in de wijk hebben. En vandaag wordt de workshop, want het is wel een hele interactieve ontmoeting. En de workshop wordt georganiseerd door Studio Delfshaven. En ja, die briefjes die je daar ziet liggen met al die spannende en triggerende teksten, die komt van de studio af. Oké. En die meneer die heeft eigenlijk hetzelfde soort werk als jij, ideeënmakelaar noemt hij zichzelf? Ja, we gaan een beetje mee in de tijd, er moet een mooie term aan zitten. Ik schakel dan het liefste terug naar het verleden en dan noem ik mezelf maar weer opbouwwerker, want dat was het. En dat is het nog steeds. Het heet alleen wat mooier naam. Hoe gaat zo'n avond eruit zien? Mensen kiezen nu en dan? Mensen kiezen een aantal thema's waar ze mee lopen. Zoals je het gezien hebt, het zijn vragen. Ik heb vragen over, of ik heb ideeën over, of ik wil wat weten van. Of, nou ja, dat soort dingen staan er op die briefjes. En als je dat kan rijmen met iets wat er al in je hoofd speelt vanuit je eigen doelstelling of organisatie, dan plak je dat op en dan kunnen anderen ook jouw vraag zien. In de hoop dat ze zeggen, hey, wat jij zoekt, dat heb ik liggen. Nou, het openingswoord wordt straks gedaan door de gebiedsmanager Arjen Baas. En die heeft ook weer zijn eigen netwerk bij zich natuurlijk. Ja, niet fysiek, maar wel in zijn grondzak. Goedemiddag, ik sta hier met Arjen Baas. Wijkmanager, klopt dat? Gebiedsmanager. Gebiedsmanager. En dat houdt in? Ja, dat kost even om dat uit te leggen, maar heel globaal. Mijn rol is vooral verbindingen te leggen waar nodig regie te voeren op wat er in dit gebied gedaan wordt. Vooral vanuit de gemeente, maar ook vanuit partners, zeg maar. En bewonersparticipatie te ondersteunen. Nu moeten overal in Rotterdam de riolen vernield worden? Niet overal, maar daar waar het nodig is. En het is inderdaad op heel veel plekken nodig. Zo ook in de Havenstraat. En mensen hebben een brief ontvangen wat dat gaat inhouden.
Ja, dat klopt. En overigens, aan die brief is ook een bewonersavond vooraf gegaan. Dat, ja, het is nu januari, dat hebben we een paar maanden geleden gedaan. In de Pelgrimskerk, Pelgrimsvaderskerk in historisch Delfshaven. Die is goed bezocht en daar konden bewoners alle informatie krijgen die ze... Ja, alle vragen werden beantwoord. Nou, in het verleden hebben we bijvoorbeeld bewoners van de Havenstraat aangegeven of ze geveltuintjes wilden behouden. En waar dan? En hoe die eruit moesten zien. En dat hebben ze aan jou doorgegeven. En vervolgens krijgen ze een brief van werk in uitvoering. En dan klinkt het bijna van dat ze weggehaald worden als je niet heel uitdrukkelijk aangeeft dat ze moeten blijven. Daar heb ik inderdaad heel veel werk aan gehad, aan die geveltuinen. Ik heb toen een briefje deur aan deur in de bus gedaan met die vraag. En mensen hebben toen ook gereageerd. En het is wel zo dat geveltuinen moeten worden afgeschermd. Als er planten in staan die makkelijk weggehaald kunnen worden, dan is inderdaad het verzoek om die weg te halen. Maar daar komen wel, worden met het terugstraten worden er wel uitsparingen gemaakt. Waar die netjes worden met een bandje ervoor. Zodat er wel gewoon net de geveltuinen terugkomen. En in geval van oudere bomen en struiken, wat hier en daar ook het geval is, ja, dan kan je het niet weghalen. Dus dan is het een kwestie van goed beschermen. En dat staat misschien onvoldoende duidelijk in die brief. Ja, deze brief refereert niet aan de vorige brief in ieder geval. Ik ga plaatsmaken, want de vergadering begint hier. Daar lijkt het op, hè? Ja. Hartelijk dank voor je reactie. Graag gedaan. Goedemiddag, kun je vertellen wie je bent? Goedemiddag, ik ben Ausre. Ik ben wijkcoördinator van Grounds Podium. We zitten op Koolhaveneiland in Rotterdam. Ja, ik wil graag mededeling doen en iedereen uitnodigen. Om zondag 31 januari om 3:00 hebben we een concert. En het concert heet het Delfshaven Zingt. Waar solisten en verschillende zanggroepen uit Delfshaven komen concert geven. En dat is, concert is gratis, maar dan, er zijn ook hapjes en dat kost totaal €2,50. De hapjes of de entree? Entree met de hapjes. Ja, ik zou willen mensen zien die van muziek houden of die van zingen houden. Ja, we willen graag mensen verbinden en mensen iets positiefs bieden. Muziek, concerten, plezier in het musiceren. Dus nog een keer, wanneer moeten ze komen? Dat is op zondag 31 januari om 3:00 in Grounds Podium. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Graag tot de volgende keer.